Welkom, kijkers en luisteraars, in dit programma Een Woord van God, dat wij elke avond bij u in de huiskamer mogen brengen, via onze nationale zender, de STVS. En we gaan vandaag weer luisteren naar een mooi verhaal uit de Bijbel. En dat doen we in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen. Zoals gezegd, vandaag weer een mooi verhaal uit ons heilig boek, de Bijbel. En ik heb al vaker gezegd, de Bijbel is een bibliotheekje van ongeveer 76 boeken. En vandaag ga ik uit de Bijbel één boek, niet zomaar een verhaal, maar één boek behandelen en dat heet Rut. Het verhaal begint in Bethlehem. Het verhaal eindigt in Bethlehem. Maar daartussenin gebeuren er hele bijzondere dingen. Het gaat over een familie die uit Bethlehem is gevlucht vanwege hongersnood en helemaal naar Moab gaat. En dat is 120 kilometer verderop. Dat is van Paramaribo naar, zeg maar, naar Wageningen. Nou, dat is een behoorlijk eind. Voor ons nu natuurlijk met de auto zijn we er binnen 2 uur. Maar vroeger ging het allemaal te voet. En misschien als ze een klein beetje wel, hadden ze ook nog een ezel om de bagage te dragen. Maar in ieder geval, de familie gaat naar Moab en uiteindelijk komt weer terug in Bethlehem. En Bethlehem is natuurlijk voor ons een bekende plaats. Te Bethlehem is geboren Jezus van Nazareth, Zoon van God. Maar het gaat ook om Bethlehem, het gaat ook om God, om koning David. Voorouders in het verre nageslacht van koning David wordt Jezus van Nazareth geboren. Laten we gaan naar het boek Rut. Ik heb voor alle duidelijkheid en gemak een paar aantekeningetjes gemaakt. Het gaat over een echtpaar. Het echtpaar heet Elimelek, meneer, en mevrouw Naomi. En dat echtpaar hebben 2 zonen. En ik noem ze wel even, maar die namen mag je vergeten, die zijn niet belangrijk. Machlon en Kiljon. En die vluchten uit Bethlehem omdat daar een hongersnood is. En het grappige is, Bethlehem betekent eigenlijk broodhuis. En Bethlehem heeft die naam gekregen omdat daar toch nogal wat graan geplant werd. Zoiets als Oekraïne, daar werd ook heel veel graan. En die voorzag zo'n beetje heel Europa en de hele wereld een beetje van graan. Grondstof voor brood. Zo was Oekraïne was ook voor ons een beetje het broodhuis. Maar in ieder geval, het verhaal begint in Bethlehem. Elimelek en Naomi met hun 2 zonen. En er is hongersnood en zij gaan naar het buurland Moab. En dat is een behoorlijke afstand. Dat is wel 180 kilometer. Wel, en lieve mensen, in Moab bouwen ze hun leven op. En de 2 jongens van Elimelek en Naomi trouwen met Moabitische vrouwen. Eigenlijk een beetje tegen de regels van de Joden in. En eigenlijk ook een beetje tegen de regels van de Moabitische wet. Dat die 2 jongens Moabitische vrouwen worden, werd niet door iedereen in dank afgenomen. Maar wat gebeurt er? Elimelek, de echtgenote, sterft. En later sterven ook de 2 zonen van Naomi. En zij is als alleenstaande weduwe, blijft zij achter in Moab met haar 2 schoondochters. En als zij dan hoort dat de hongersnood in Juda, in Bethlehem, voorbij is, dan neemt zij het idee, ik ga weer terug naar mijn vaderland, terug naar Juda, terug naar Bethlehem. Want daar liggen mijn roots. En zo besluit zij om naar Bethlehem terug te gaan. Maar zij zegt tegen haar 2 schoondochters, jullie zijn Moabitische vrouwen, jullie taal is hier, jullie land is hier, jullie cultuur is hier, blijf hier. Maar Rut, en daar gaat het niet om, want het boek heet Rut. Rut zegt, moeder,
ik ga met je mee. Je hebt mij het mooiste gegeven wat je had, je zoon, Kiljon. En ik ben daar gelukkig mee geweest. Dal, ik dank je daarvoor. Ik ga met je mee. Jouw land wordt mijn land. Jouw taal wordt mijn taal. Jouw God wordt mijn God. En zo gaat Rut met Naomi terug naar Bethlehem. En nou moeten we eventjes dit ervoor opstellen. Rut was dus een gekleurde vrouw. We mogen zeggen een negerin. En ja, en dan kom je daar in Bethlehem aan, waar alleen maar Joden woonden. En Rut verdient zoveel waardering en aandacht en respect door haar manier van optreden, luisteren, zich aanpassen, de taal leren, de godsdienst overnemen van de Joden. Ze heeft zoveel respect. En iedereen vraagt dan aan Naomi, wat is er gebeurd? Waar is je man? Waar zijn je kinderen? En dan vertelt zij natuurlijk in geuren en kleuren wat er allemaal gebeurd is. En hoe zij als weduwvrouw in een vreemd land bijna geen leven had. En inderdaad, in die tijd waren de weduwvrouwen echt zielige met figuren. Wel, dus, en zo is ze terug met haar schoondochter. En die past zich helemaal aan. En iedereen heeft respect voor haar. En zij helpt haar schoonmoeder. En dan komt ze terecht op het terrein en de erven van Boos. En Boos is nog een beetje familie van Elimelech. En dan ontstaat er een romance tussen Boos en Rut. En via, dat, het is allemaal te kort om dat allemaal uit te leggen, maar Elimelech had nog een groot stuk grondgebied. En omdat de twee jongens overleden waren, en Elimelech was natuurlijk Naomi, de eigenaresse, maar ook Rut, die getrouwd was met Kiljon, die ook recht had op. En zo had Rut eigenlijk toch ook nog een beetje recht op dat grote stuk grond van Elimelech. En Boos heeft daarvoor gezorgd dat dat op zijn naam kwam te staan. En hij nam Rut tot vrouw. Dat is het mooie van het goud. En ze krijgen samen een zoon en die heet Obed. En als Naomi haar kleinzoon op de schoot neemt, zij bad een zegen. En ik noem hem Obed. En Obed is de vader, wordt later vader van Jesse. En Jesse is de vader van koning David. Uit wie later Jezus van, in het verre nageslacht Jezus van Nazareth wordt geboren. En weet u, dit verhaal wil eigenlijk zeggen, in het voorgeslacht van de Zoon van God, Jezus van Nazareth, zit ook een buitenlandse vrouw, een getinte vrouw, van een andere kleur dan de Joden. En niet alleen dat, maar het verhaal wordt ook nog verteld dat dat Rahab, een prostituee uit Jericho, een niet-Jood, dat in de voorouders van koning David ook, Rahab was namelijk een prostituee uit Jericho. En daaruit is ook koning David voortgekomen. En weet u, dit verhaal wil eigenlijk zeggen, het boek Rut, in het voorgeslacht van Jezus, Zoon van God, zitten allereerst een afstammeling van een prostituee, zit een buitenlandse vrouw en niet-Jood, en zit ook nog iemand van het zwarte ras. Dus in de voorouders is een heel mengeling. De voorouders van Jezus van Nazareth, Zoon van God, via koning David, het verre nageslacht, zitten dus een buitenlandse vrouw, een niet-Jood en een getinte vrouw. Wel, dat is eigenlijk wat het boek Rut wil zeggen, dat koning David, de voorvader van Jezus van Nazareth, Zoon van God, dat daar ook
buitenlandse en niet-Joodse vrouwen. En dat wil eigenlijk zeggen, houdt dat een beetje in, Jezus is gekomen, is universeel gekomen voor alle mensen. En zo leert het boek Rut ons dat eigenlijk Jezus gekomen is voor alle mensen, want in zijn voorgeslacht zitten ook buitenlands, vreemden en afstammelingen van zondaressen. Dus Jezus is een beetje gelijk aan ons. Verschillende mensen van alle kleuren en rassen en talen en stammen en ook zondaars en zondaressen. Dat wil Rut, eigenlijk zeg maar de les van dit boek Rut, wil dat zo zeggen. En zo is Jezus dan voor ons de geschiedenis binnengekomen, in de mensengeschiedenis. En wij danken hem daarvoor. En we zijn blij dat hij ons is komen redden, Zoon van God. Alleluia. Amen.